Ontsteltenis en feestverlichting liggen soms vlak bij elkaar. Het vliegtuig uit Nigeria leverde de bemanningsleden van de coaster Yosina af op Schiphol's rollend trottoir. En daarmee was er plotseling een feestelijk eind gekomen aan de slag van de zware veroordeling die deze zeelieden in Nigeria hadden opgelopen wegens wapensmokkel. Ze werden het land uitgezet en ze vielen, nauwelijks van de schrik bekomen, in de armen van hun familieleden, die de ellende konden vergeten en met grote opgetogenheid zagen dat ze het wis en waarachtig waren, hun mannen, vaders en broers. Het was een blij weerzien, ook voor de moeder van de stuurman, die haar ogen maar nauwelijks kon geloven. Toen het hevigste van de begroeting voorbij was, werd het hele gezelschap naar de perskamer van de luchthaven gedirigeerd, omdat de pers wel eens wilde weten hoe het nu allemaal in zijn werk was gegaan bij de aanhouding, de veroordeling en de vrijlating. We hadden het in 5 minuten pakken, de hele boel bij elkaar, en in een tijd van 20 minuten stonden we buiten. Ja. We zijn zeer goed behandeld. De bemanningsleden van de Yosina hebben geboft met de goede betrekkingen tussen ons land en Nigeria. En hun plan om brave borsten te zijn of te blijven staat wel vast.